Wij zijn ongelooflijk blij met deze eerste dag van onze verjaardag, is het eigenlijk. Want Vlaanderen Vakantieland wordt 20 jaar. Dat is eigenlijk ontzettend oud voor een televisieprogramma. De meeste programma's draaien maar een paar jaar gaan mee. Maar Vlaanderen Vakantieland is er al 20 jaar voor u en door u. Want u kijkt ook 20 jaar al heel erg trouw naar ons programma. Nu, zometeen krijgen we hier een optreden van deze meneer, Tom Dyes. Die onze strepen zal verdedigen op dinsdag 25 mei voor het Eurovisie Songfestival. Het is dan de eerste halve finale. En we zijn er eigenlijk redelijk erg van overtuigd dat hij zal doorstoten naar de finale. Dat is al een tijdje geleden dat dat nog gelukt is. Maar het nummer Me and My Guitar staat al op 1 in de ultratop. Het nummer doet het geweldig goed. Iedereen wil het beluisteren, wil het kopen, wil het hebben. Als u het nog niet heeft, haal het in huis. Het is een steengoed nummer, een dijk van een nummer. Hij gaat het zo meteen ook brengen. Het wordt het einde van deze set. Maar ik zie dat er al steeds meer mensen naar voren komen. Dat is gezellig. Als u een beetje naar voren komt. Ook daar opzij zie ik nog wat mensen staan. Als u dichterbij zou willen komen, dat is leuker voor ons allemaal. Nu ziet het er zo wat leeg uit. En als u hier bent, zo wat dichterbij, dan is dat leuker. Kijk. Ik heb nu de indruk dat ik fans heb. Dat is geweldig plezant. Terwijl u natuurlijk voor Tom Dyes komt, maar... Gelukkig is er ook komen, Eeltje. Dames en heren, u ziet ook de andere reporters van Vlaanderen Vakantieland zijn hier ook nog allemaal. Als u hen iets wil vragen, niet aarzelen. Het zijn allemaal vriendelijke mensen. Er zijn al mensen die met hen op de foto zijn gegaan. Ja, ja, hoor ik daar iemand zeggen. Tom Dyes gaat eraan beginnen. Ik denk dat de gitarist nog even naar het toilet is gegaan. Of was het de toetsenist? Wie was het allemaal? De drummer? Iedereen is er nu? Wel, dat is uw micro om te zingen, Tom. Ik wens je heel veel succes, niet alleen nu, maar zeker ook bij het Eurovisie Songfestival op dinsdag 25 mei onthouden, dames en heren. En dit is de grote, en ik zal u vragen om uw applaus alvast eens te oefenen. Tom Dyes! Welkom. Het ziet er allemaal goed uit, trouwens.
Maar je kunt het proberen op je stem. She has a surprise.